Ja, en de belaagde Paul van den Driessen wil voorlopig niet zelf spreken. Maar er woedt op de krantensites wel een verhitte discussie. Zowel rond het gedrag van Paul van den Driessen als rond het artikel. En daar ga ik over praten met twee journalisten. Luc van der Keelen van het Laatste Nieuws en Jan Antonissen, de auteur van het artikel in Humo. Meneer Antonissen, ik begin bij u. Een politicus, voorlopig zonder mandaat, met een blijkbaar grote seksuele appetijt. Dat is het privéleven. Waarom moeten wij dat weten? Dat is een grote misvatting. Het gaat niet over het privéleven van Paul van den Driessen. Het gaat over het publieke leven van Paul van den Driessen. Het gaat over seksuele intimidatie op de werkvloer. Ja. Wat bij mijn weten het publieke domein is en niet het privé domein. In welke zin geeft daar een voorbeeld van? Het is machtsmisbruik eigenlijk. Daar gaat het in principe over. Ja, het gaat in principe over macht. Het gaat niet over seks of over seksuele escapades of weet ik veel wat. Daar spreek ik niet over. Die vermeld ik niet. Het gaat in essentie over machtsmisbruik op de werkvloer. En het gaat over zijn periode bij het Nieuwsblad. Maar het gaat ook over zijn periode bij Het Trick. En het gaat ook over zijn periode in de politiek. En dus de vrees voor de toekomst? Het is zo dat als meneer Van den Driessen burgemeester van Brugge zou worden, dat hij nog machtiger wordt dan hij nu al is. En macht is blijkbaar een sterk aphrodisiacum voor meneer Van den Driessen. Ja. Dit gaat over machtsmisbruik. Ja, ik vind het, dat heb ik ook zo begrepen natuurlijk. Ik vind het eigenlijk jammer dat een legitiem maatschappelijk onderwerp, hè, wat seksuele intimidatie is, dus we moeten daar niet lichtvaardig overheen gaan, dat dat opgevoerd wordt in het kader van een kiescampagne, wat er natuurlijk nu komt. Ja, je kunt dat moeilijk buiten het kader van die kiescampagne zien. Het staat ook echt in het artikel dat het gaat over, hij moet deze man dan burgemeester worden. Het is dat wat mij in eerste instantie soort, en dan tweede noemer waaronder het natuurlijk gebeurt, dat is DSK in Vlaanderen, wat uiteraard compleet overtrokken is. Het gaat niet over verkrachting, gewelddadige verkrachting. Het gaat ook helemaal niet over georganiseerde prostitutie en al dat soort dingen. Dus er is toch iets... dat is een beetje van de pot gerukt, zouden we zeggen. Hè? Kijk, meneer Van der Keelen, die focus, dat heb ik vandaag in zijn krant kunnen lezen. Vooral op die ene bovenkop, de feiten laat hij buiten beschouwing, zoals meneer Van den Driessen ook de feiten buiten beschouwing laat. Daar hebben ze het niet over, dat doet er even niet toe. Het gaat over DSK in Vlaanderen, dat is de enige ontsnappingsroute die ze hebben. Ik wil daar ook dieper op ingaan. Waar gaat het met DSK in principe over? Bij DSK gaat het over grensoverschrijdend seksueel gedrag van iemand die jarenlang macht heeft en die macht misbruikt in seksuele zin tegen mensen die ondergeschikt zijn. Ja. Daar is wel een hele sterke vergelijking. Ja. Nu, meneer Van der Keelen, u hebt vanmorgen daar heel zwaar op gereageerd, met anderhalve pagina in uw krant. We zien dat hier, met titels als platte politieke afrekening en uw eigen commentaar met als titel diep onder de gordel. Is hier een grens, heeft hij een grens overschreden? Wel, we zien toch al enige tijd dat binnen de politiek dat er veel meer aandacht in de media gaat naar het privéleven van politici. Ja, meneer Van der Keelen, het gaat hier over het privéleven. Mag ik even dat het veel meer aandacht gaat naar het privéleven, het gedrag van politici, de manier naar hun moraliteit. Daar zitten we eigenlijk een beetje in Amerika bij Rick Santorum en we zitten bij Sarah Palin en dat soort mensen die de moraliteit als basis voor politiek functioneren nemen. Dat hebben we gezien met de aanklacht tegen premier Leterme. Er zijn ook andere gevallen geweest waarbij politici waarbij de pers echt heel diep dringt binnen het leven van de politicus. Ja, kijk, ik vind het vreemd dat ik lessen ethiek en deontologie heb te krijgen van iemand, politiek commentator van het Laatste Nieuws, de krant bekend van het busongeval in Zwitserland. En die man moet mij dan de les gaan spellen, dat is punt 1. En punt 2 is, het gaat absoluut niet over het privéleven. Het gaat over vrouwen die betast en bepoteld zijn door iemand die in hiërarchische zin hun superieur was. Onderwerp, zoals ik het al in het begin gezegd heb, dat maatschappelijk belangrijk is en dat het verdient op een andere manier buiten zo'n kader te worden behandeld met deskundigen die daar, Humo dat vroeger altijd zo gedaan hebben, waarbij deskundigen hun mening geven, waarbij er natuurlijk ook naar de legitimiteit van klachten wordt bekeken, die we nu moeilijk kunnen vaststellen. Een van uw punten is inderdaad, er is nooit van die vrouwen in al die jaren een klacht geweest. Nee, dat is ook het grote verschil in
de zaak DSK natuurlijk, waar wel degelijk rechtelijke onderzoeken zijn. Op dit ogenblik hebben we in deze zaak geen enkele klacht. We hebben ook niet in de tijd, we zijn nu natuurlijk 15 jaar later ongeveer, of 10 jaar later, wat is het? Er is geen gerechtelijk onderzoek, geen enkel zwakte. Er is helemaal geen zwakte. Het punt is dat die vrouwen niet in de gelegenheid waren om klacht in te dienen. Meneer Van der Keelen heeft het over de periode bij het Nieuwsblad. Ik heb navraag gedaan bij de vakbondsafgevaardigden van de redactie. Die mensen hebben mij verteld, hebben mij bevestigd dat een aantal vrouwen op het punt hebben gestaan om klacht in te dienen. Die wilde klacht indienen, maar dat kon niet. Waarom kon dat niet? 1. Die dreigden hun baan te verliezen. Paul van den Driessen was hun hoofdredacteur. 2. Die functioneerden in een macho-omgeving. Jaren 90, de pers. Ik hoef het meneer Van der Keelen niet uit te leggen. 3. Die mensen moesten zich outen als slachtoffer. Slachtoffer van iets wat seksueel getint is. Ja, dat is niet prettig, meneer Van der Keelen. Natuurlijk niet. We zitten ook wel niet in de middeleeuwen. Dat gaat hier over dingen van een jaar, van het laatste decennium, een jaar of 10 geleden. Al dat soort, de hele problematiek is toen overal aan bod gekomen in alle mogelijke media. Dus ik zie niet in waarom dat geen probleem zou zijn. Het is ook een verhaal dat niet tegensprekelijk is op dit ogenblik. Meneer Antonissen, er is ook de timing, hè? Waarom nu? Verkiezingsjaar. Ja. Het is zo, het is begonnen. Dus met een lezersbrief die wij hebben gekregen 2 jaar geleden. Van Dunja van Bellegem, woordvoerster van het bisdom van Brugge. Meneer Van den Driessen had in de nasleep van de zaak van Geluwe het nodig gevonden om meneer Van Geluwe een slecht mens te noemen. En Dunja van Bellegem, woordvoerster van het bisdom van Brugge, nam dat op haar kracht en heeft daarop gereageerd met een lezersbrief. Dunja van Bellegem heeft gezegd, als er iemand niet over seksueel misbruik moet spreken, is het wel Paul van den Driessen. Want Paul van den Driessen heeft blijkbaar Dunja van Bellegem van haar fiets gesleurd en probeerde te zoenen. Laten we zeggen dat... Dat is de versie van Bellegem. Dat zijn veel soortgelijke klachten opgekomen van vrouwen. Ja. En die vrouwen hebben getwijfeld of ze onderrekkers zouden gaan. En die vrouwen zijn onderrekkers gegaan. U onderschrijft in uw artikel wel de these van dit is een politieke afrekening geïnspireerd door CD&V. Ja, als het... Dat heb ik niet geschreven. Ik kan alleen zeggen dat op een ogenblik dat Brugge in beweging is, die stad, daar zijn peilingen, dus daar lijkt de macht lijkt daar te verschuiven of dat daar toch een kans op bestaat. Dat verschijnt op een ogenblik dat die kiescampagne volop begint en dan gaat het over de lijsttrekker van de belangrijkste politieke partij van het land, dan stel ik mij vragen. Dan weet ik niet of dat zo is. Natuurlijk is dat van invloed geweest. We moeten daar niet flauw over doen. Die vrouwen die zaten al heel de tijd gevrongen. Dus je geeft dat toe dat het Nee, daar gaat het niet om. Ja. Het gaat erom dat iemand zijn handen niet kan thuishouden, dat hij daar ongestraft mee wegkomt, dat hij beschermd wordt door zijn vrienden in de media, zoals meneer Van der Keelen, en dat hij maar verder kan doen, dat hij zijn macht kan verder opbouwen. Ja. En die vrouwen hebben gezegd, zoals dat slachtoffer van Van Geluwen op een bepaald moment heeft gezegd, toen Van Geluwen met pensioen dreigde te gaan, zoals de mensen die in de affaire DSK hebben gezegd, toen DSK dreigde president te worden van Frankrijk, en nu is het genoeg, ça suffit. Maar wij zijn in de journalistiek, wij zijn geen rechters die mensen te veroordelen hebben, zonder dat we daar aanwijzing hebben van het gerecht of dat daar wel degelijk strafbare feiten gebeurd zijn. En we moeten, natuurlijk, dat zou iedereen moeten doen, in alle gevallen. Dus het is moeilijk voor in de journalistiek, denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om mensen in hun privéleven aan te pakken op die manier. Meneer Antonissen, komt er nog meer? Er is nog veel meer. Dus meneer Van den Driessen speelt op dit moment hoog spel. Hij beweert dat hij een klacht heeft ingediend tegen ons. We moeten het nog altijd zien. Maar iemand heeft het zo tegenover mij verwoord. Dus als hij inderdaad een klacht indient en als hij zich ook gaat begeven op het publieke forum en gaat aanvechten wat er staat in Humo, dan opent hij de deuren van de hel. Ja, het kan zijn. Moet u doen. Dat is een soort van dreigement. Dus eigenlijk ik vandaag nog 5 nieuwe gevallen heb aangekregen. Ja. Oké, wordt dus waarschijnlijk wel vervolgd. Meneer Antonissen, meneer Van der Keelen, van harte bedankt voor dit gesprek. Ja, en toch nog ook even meegeven dat 2 van de vrouwen die
die in het artikel van Humo Getuigen een journaliste en een ex-journaliste straks komen praten met Lieven van Gils in Reijerslaat.